Waarde presidenten, gaat de vergadering. De toespraak die ik tot u houden ga, draagt tot titel, zoals ge weet, uw ecumenische taak. Er zit een vreemd woord in, ecumenisch. Als gij het te geleerd vindt, geef dan niet aan mij de schuld. Het onderwerp is uw dienaar precies zo opgegeven. Dan behoeft ge van het woord niet te schrikken. Ecumenische taal spreekt ge elke zondag. Ge beleidt dan met de kerk van alle plaatsen. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Algemene kerk. In een oudste tekst van de 12 artikelen heet dat katholieke kerk. Wel nu, katholiek is hetzelfde als ecumenisch. De oikoumenaar, ik zal verder zeggen voor het gemak de ecumene, betekent zoveel als de gehele bewoonde wereld. Daarom is ecumenisch zoveel als de hele cultuurwereld aangaande, of tot de hele mensheid zich uitstrekkende. Ge vindt in uw handbijbeltje, waarmee ge naar de kerk komt, een ecumenisch erfstuk, de geloofbelijdenis van Nicea. Die is opgesteld in het zogenaamde Eerste Ecumenische Concilie van 325. Daar zijn de Arianen veroordeeld en de Katharen of Novatianen. Die konden, zo staat er, niet komen bij de ecumenische kerk als ze geen instemming betuigen wilden met de dogma's van de katholieke of ecumenische kerk. Ook zijn daar bepalingen gemaakt over de zogenaamde ketterdoop. Dat klinkt allemaal nogal streng en dogmatisch en belijnd. Nu, het is ook streng en dogmatisch en belijnd. Want de kerk is hier aan het woord. En ze staat op de wacht ten bate van de hele wereld. Want juist die orthodoxe kerk heeft de oudste papieren van de ecumenische beweging. Als een leeuwin vecht ze hier tegen haar belagers op het ecumenische jachtterrein. De strenge, de orthodoxe, de tegen de ketterij zich schrap zettende kerk is nog nooit een sekte geweest. Ze heeft van de aanvang af begrepen dat de waarheid Gods voor de hele wereld tot norm gesteld is. En dat dus iedereen die aan de ecumene, de grote brede wereld, een dienst bewijzen wil, de waarheid moet preken alleen maar naar het bevel van Christus. En dat de eerste dienst, de eerste ecumenische veiligheidsdienst die men de wereld bewijzen kan, deze is de ketterij van Arius bijvoorbeeld te bestrijden en haar te noemen bij haar eigen naam. Als, om in een beeld van Jesaja te spreken, de kerkhonden, dat wil zeggen de waakhonden van zo'n goede ecumenische opperherder Jezus Christus, maar goed blaffen tegen de wolven, dan bewijzen ze daarin hun ecumenische dienst. Dan vervullen ze daarmee hun ecumenische taak. Wie de ketterij, welke door een ecumenisch concilie eenmaal veroordeeld is, toch weer toelaat, of ermee coquetteert, die verwijdert zich van de eerste en oudste en door God gewilde ecumenische beweging. In feite toch is die beweging al aan de gang. En wel sinds dat ogenblik dat God tot zijn eerste menselijke schepselen als zijn bondpartners spreekt, gaat heen, bewoont de aarde als mijn wachters over dit mijn ecumenische erfbezit.
bevolkt haar deze wereld met kinderen van mijn verbond. En brengt die wereld een cultuur tot mijn eer. Toen Adam de eerste spade zette in de grond, deed hij ecumenisch dienst. Toen hij als gezinshoofd en met één als kerkvader aan zijn manin de goddelijke bondswet als grondwet voor alle tijden en plaatsen verklaarde, was dat de eerste ecumenische boodschap. Toen Eva haar eerste kind baarde, was dat een eerste stuwing van de ecumenische beweging. Toen zij zondigden, was dat de eerste ecumenische misdaad. Toen God een moederbelofte schonk, was dat het eerste ecumenische herstel. Toen Kain zijn broeder doodde in de eerste kerkvervolging, was dat de eerste stoot tot een ecumenische contra-organisatie. De primordiale sectarische daad. De principiële afbuiging van de ecumenische paden. Kain was de eerste sectariër. En juist als sectemens verederde hij op den duur de meeste stemmen op zich en kreeg het grootste aantal volgelingen. Toen dacht die dwaas dat hij ecumenisch was gezind en ecumenisch werkte. Want hij was zo dom als de zonde een mens maar dom kan maken. Hij dacht dat je, om ecumenisch te kunnen werken, het grootste getal achter je moet hebben. Maar God zei wel nee. Ecumenisch bezig zijn in het ecumenisch apostolaat, dat betekent de zendingstaak vervullen. De zendingstaak die je met het op een bepaald wereldplekje ontvangen woord van God doet uitgaan naar heel de wereld. En dan te zeggen, ik heb nu aan u overgegeven wat ik van de Heer ontvangen heb. Aan deze oudste en grondwettige ecumenische beweging bleef Adam in zijn bekering trouw. En na hem Abel en Seth en de anderen in de heilige lijn. Maar Kain kiest de secte. Hij scheidt zich af. Hij wil als voorbode van de antichrist de hele wereld winnen voor zijn revolutie tegen de van God toch ontvangen waarheid. En nu meent hij dat getal uitmaken zal wie de ecumenische slag gewonnen heeft. Maar God zegt, de ecumenische beweging is van mij uitgegaan en waardoor mij ook tot een goed einde gebracht. Daarom is de vraag, zegt God, wie het ecumenisch apostolaat bedient, alleen dan goed te beantwoorden als men vooraf de vraag stelt wie het van God ontvangen woord onvervals bewaart en daarmee tot de brede wereld uitgaat. De oudste, de oorspronkelijke, de, om zo te zeggen, oprechte ecumenische bewering is niet wereldgetallen winnen voor je afwijkende boodschap, maar zoveel mogelijk mensen willen winnen voor Gods richtende normatieve boodschap. Ketterij is altijd verloochening van het ecumenisch apostolaat. En een bondgenootschap met haar aangaan is verstoring van de oorspronkelijke ecumenische beweging, gestuurd uit het oude paradijs. De zonvloed was een ecumenisch gericht, maar dan ter behouding van de ecumenische kerk en van het ecumenisch apostolaat.
De sectariërs zijn toen verdronken. En ook de isolationisten. Maar de kerk is behouden. De weg, de ecumenische beweging van het apostolaat, loopt nu eenmaal door een nauwe ark. En wanneer ons doopformulier, nog wel in het gebed, over die zondvloed spreekt, dan durf ik zeggen, uw doop, die in die zondvloed haar prototype vond, was een plaatsing van uw voet op het ecumenisch pad. Wie daarom zeggen zou, doop alles wat in het doophuis komt, alles, ook wanneer het zich stelt tegenover de ecumenische goddelijke boodschap, die wint misschien wel brede getallen, zolang het duurt. Maar hij werkt het ecumenische apostolaat alleen maar tegen. Hij werkt tegen de kerk, die haar leven lang ecumenisch heeft willen en kunnen zijn. En hij werkt voor de secte, voor het schisma. De zonde werkt het separatisme van Kagin altijd in de hand. De separatisten zijn meestal in de meerderheid. En de ecumenisch goedgezinden zijn meestal in de minderheid. Dat staat trouwens in uw eigen belijdenis. Als hij zegt dat later de kerk, de ecumenische gemeenschap dus, somwijl dan een tijd lang zeer klein en als tot niet gekomen schijnt te zijn in de ogen der mensen. En dan wordt gewezen naar Achabs bozentijd. Achab was koning over Israël. Zijn taak was dus de kerk onvervalst te bewaren. Want door Israëls bedding niet te verleggen, moest het zuiver te houden water van Gods genadewoord en van de Messiaanse zegen eenmaal op het Pinksterfeest immers uitmonden in de ecumene, in het brede wereldleven. Indien Achab Israëls leven zuiver had bewaard, dan zou hij met Elia, die ecumenische figuur van groot formaat, hebben meegewerkt. Kerkbewaring immers is de eerste sociale en de primaire ecumenische daad. Maar Achab had een Tyrische prinses getrouwd. Ze heette Izebel. En die had al maar de mond vol van synthese en van wereldhandel en van wereldpolitiek en van de ecumenische grootste gemene delenreligie. Die boodschap van en naar en voor jezelf. Daarom speelde Izebel de rol van de ecumenische figuur in apostolische toga met een baret waarop in het Esperanto schrift van die dagen geborduurd waren de initialen HDV, Herderin der Volken. Maar Elia vond dat de HDV, de Herder der Volkeren, de Pastor Ecumenicus Christus was. De Messias, verstaan naar de belofte. Daarom maakte hij van Karmel een ecumenisch eendrachtsplein. Karmel werd de Place de la Concorde, het eendrachtsplein van zijn reformatie. Hij deed de syncretisten in den ban. Daarom komt de openbaring van Johannes zowel Izebel als ook Elia terug. Izebel wordt daar door de herder der volken in de ban gedaan. En de bevoegdheid van Elia wordt gegeven aan de twee getuigen van hoofdstuk 11. Die staan te profiteren op de Place de la Concorde van de revolutie. De brede straat van de grote stad
die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. En die gebouwd is daar waar het kruis van Christus heeft gestaan. Ze heet dus ook Jeruzalem. Maar dan het sinds Pinksterfeest van haar opdracht onthevene Jeruzalem. Het van God verlaten Jeruzalem. Op die Place de la Concorde hebben de getuigen de formule der ware Concordie voorgelezen. Het Bijbelse getuigenis. Onvervalst. En tot in de perfectie hebben ze dat getuigenis orthodox uitgewerkt. Er staat, ze hebben het volleindigd. Tegenover dat verlaten Jeruzalem staat dan op de laatste bladzijde van de Bijbel het aangenomene, het vervulde, het eeuwige ecumenische Jeruzalem. De stad van de grote koning, vierkant gebouwd en de poorten staan naar alle kanten altoos open. Natuurlijk begrijpt je allemaal dat over dit onderwerp veel meer te zeggen is. Maar dit kleine beetje is genoeg om u te herinneren dat ons Pinksterfeest het ecumenisch feest van de kerk is. En dus het verplichte, maar verzuimde, ecumenische feest van de hele wereld. Wie op Pinksterfeest zich niet laat vergaderen tot de ware kerk, die blijkt eens Handelingen 2 van de valse zeer goed te onderscheiden is. En wie dus tekort doet aan het daaraan Christus als Gods Zoon en onze borg, gebonden evangelie naar de schriften, die heeft het recht verbeurd te spreken van en voor het ecumenisch apostolaat. Al roept de keel zich schor voor de ecumenische boodschap en voor de ecumenische beweging en voor het ecumenisch apostolaat, het wordt er niet anders van. De boodschappen moeten trouw zijn aan de boodschap. En zo niet, er daalt geen ecumenische dageraad. De ecumenische feesten van God zijn de feesten van zijn scherpslijpers. En dus van zijn scherpslijpers. Er zijn ook andere scherpslijpers. Maar wie scherpslijper zoiets als een passend scheldwoord acht, alleen geschikt voor de sectariërs, die heeft zelfs daardoor, het ecumenisch apostolaat al in het slop gereden. Dat slop is nu precies het plekje waar de duivel ons hebben wil. Hij wil de Place de la Concorde liefst zich gereserveerd voor de herauten van de revolutie, niet voor die van Gods reformatie, de openbaring 11. Geen wonder dat de Bijbel nu vol is van de ecumenische verkondiging van het grote ecumenische drama. Ecumenisch, dat wordt dus geen nieuwe, maar een hele oude term. Reeds de Joden hebben in hun rabbijnse geschriften het Griekse woord oikumene of ecumene in Hebreeuwse letters zomaar overgeschreven, onvertaald als een vaste term. Lucas zet de kerstboodschap in met de ecumene. Keizer Augustus wil de hele ecumene, de hele Romeinse wereld, het beest van Daniël meteen, laten beschrijven. Maar op dat moment begint de grote zoon van David vanuit een stal in Bethlehem de wereld, de ecumene, voor zich en voor Davids God te beschrijven. Ecumene is dan de bewoonde wereld, gezien als operatieplaats van de wereldpolitiek. Het beest grijpt naar die wereldpolitiek, maar de geest was hem al even voor. Dat was toen hij David liet salven tot koning van de bakermat der theocratie. Dat wil zeggen tot koning van Israëls ecumenisch gerichte kerkgemeenschap. Ter zuiverhouding van de ecumenische wateren
die over de wereld gaan moesten. De huiskamer van Isaïe, waar mijn David zalft. En de stal van Bethlehem, waar Davids zoon zijn wereldregiment begint. Ze zijn de pleisterplaatsen van Gods ecumenische beweging. Zo oud als de door God verbond geregeerde wereld zelf. Dezelfde keizer Nero, die in het laatste Bijbelboek beeld is van de ecumenische antichrist, heet in Griekse keizertitels ecumenisch demon. En keizer Claudius wordt genaamd ecumenisch weldoener of heiland. Hier is ecumenisch een kwestie geworden van wereldpolitiek en wereldcultuur. Daarom beveelt de schrift de ecumenische prediking. En Christus stelt tegenover de satanische verzoeking en verlokking van de ecumenische wereldmacht het, daar staat geschreven. Hij wil alleen de gehoorzaamheid worden tot ecumenisch heiland rechter. Hij voorspelt dan ook in het laatste dagen een ecumenische bezoeking en catastrofe. En zo voorspelt de profeet Agabus een ecumenische hongersnood. Hij is daarin bondgenoot van Johannes op Patmos, die bij de opening van het derde zegel, het zwarte paard van de honger, ziet stuiven over de wereld. Het is allemaal ouverture van het ecumenisch gericht. Om kort te gaan, de Bijbel spreekt doorlopend van de eerste tot laatste bladzij van het grote ene ecumenische drama. Aan de ene kant is er de ecumenische prediking, aan de andere zijde de ecumenische dwaling, de ecumenische verleiding onder aanvoering van de antichrist, Gods grote tegenstander. Met zijn katholieken, dat is algemene propagandadienst. Het is een ecumenische tegenspraak tegen de spraak van God en tegen al zijn spreuken. Vandaag willen velen de antithese wegredeneren. Met de principiële logening van een principiële antithese gaan ze dan een doorbraak forceren tussen de bestaande partijen. Dat deed enkele jaren geleden ook Adolf Hitler met zijn paradigmen. En Rosenberg was zijn profeet. Er zullen altoos vele proselieten te winnen zijn voor deze doorbraaktheorie, in welke gedaante ze ook verschijnt. Maar als eenmaal met behulp van deze theorie de los van de antithesebeweging de scharen van de dissidenten tegen het antithesestellend evangelie bijeengetrommeld heeft, dan zal daarna de antichrist de antithese-prediking toch weer opnemen. Hij zal teruggrijpen naar Genesis 3 vers 15. Doch alleen om het tegenover zijn woord, zijn contra-evangelie te stellen. De tekst is dan oud. Ik zet vijandschap tussen de slang en het zaad van de kerkvrouw. Maar de uitleg is dan nieuw. Immers een slang, die was reeds in de dagen van het jonge christendom, denk aan Pergamus, het symbool van het heidendom, met zijn Asclepius verering. Asclepius gold als de god van licht en leven. Maar de christenen hadden hun god van licht en leven. Het was die god van wie Johannes spreekt, van hoofdstuk 1. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. In dat woord nu was het leven. En het leven was het licht der mensen. En dat woord, dat is nu vlees geworden. Het komt de slang, de oude slang, de kop verbrijzelen. Maar deze Bijbeltaal
heeft voor de antichristen afgedaan. Wanneer dus straks het vereende heidendom, de slang, als het als gleepjesymbool van eigen licht en eigen leven, tot de ecumenisch symbool hebben, zal hebben uitgeroepen, dat de antichrist getuigen, nu in zijn mond sprekende, ik zet vijandschap tussen deze mijn slang en u, o vrouw van de kerk, tussen uw zaad en haar zaad. Dat zaad der slang zal u de kop vermarzelen en gij krijgt niet eens de kans om dat andere zaad ook maar de verzelen te vermarzelen. De ecumenische antithese is dan weer uitgeroepen. Gods woord krijgt tenslotte altijd gelijk. Daarom zal de kerk haar eerste taak zich aangewezen vinden, altijd weer in het uitroepen van die eeuwenoude antithese. Geen doorbraak tolereert zij met valse eenheidsleuzen tussen die partijen die de bijbelsverstane antithese hebben geloofd, of in feite althans hebben erkend. Doch een doorbraak wil zij met het scherpe wapen van die bijbelse antithese tussen alle groepen en alle bewegingen, ook de ecumenische, confessieloze kerkbeweging en ook de ecumenische, gelijkgeschakelde jeugdbeweging, die de antithese naar de opvatting van de Bijbel hebben ontkend en belachen, en als de grootste dwaasheid en versplinteringsmacht hebben vervloekt en nog vervloeken. Het lijkt, beste meisjes, met een onbegonnen werk, zo niet een palmantige bluf, in dit verband en ten overstaan van zoveel dramatisch geweld, tot u te spreken hier over uw ecumenische taak. Wat zult gij nu beginnen? Gij met uw kleine getal in een klein landje dat zijn bijzondere, zijn eigen, zijn typerende kracht in de ecumenische wereldpolitiek meer en meer verliest. Ik hoor u wel vragen. Maar wat zulke vragen moest gij dan Pinkstergeest nu maar niet langer ophouden en elkaar niet langer vervelen? Dacht ge dat ze in Moskou elkaar niet weten te vertellen dat de jongens en de meisjes een ecumenische taak hebben? Ja, maar zo werpt er misschien tegen, daar zijn ook van die grote enorme getallen. Goed. Maar komt soms de Pinkstergemeente van Handelingen 1 en 2 met grote getallen pronken, toen zij kreeg haar ecumenische opdracht, gaat uit in heel de wereld, onderwijst en doopt? Ja, maar zegt u, die Pinkstergemeente heeft krachten gezien en ze heeft tekenen aanschouwd. En de witte ruiter op het witte paard is uitgegaan destijds om te verbinden. Maar wij vandaag, wij zijn in de fijne cirkelstemming. En wij hebben vandaag een gezicht eerder op het falen, het rode en het zwarte paard, de paarden van dood en hades, van oorlog en bloed, van honger en dooddronkenheid, dan op het witte paard van een verwinnend evangelie. Wat kunnen wij nu nog doen? Het valt ons allemaal een beetje tegen. Soms lijkt het ons wel passend die Franse dichter na te spreken, die in het uitriep: ik ben te laat geboren in een wereld die al te oud is. Valt het dus een beetje tegen, katholieke meisjes? Maar dan moet u toch eigenlijk wegschamen voor ons. Heeft de Bijbel iets anders ons voorzegd dan er vandaag aan schouwt?
Hij heeft u rustig voorbereid op een toekomst als een tegenwoordige. Een toekomst van slinkende kerkgetallen, van ondermijnd gezag, van een samensmoering van klassen, daarna ook van rassen en politieke groepen in een zogenaamde democratie, die al minder te vertellen heeft, naarmate ze meer verliefd wordt op die ene man die haar weet te biologeren met zijn leuzen en zijn suggestie dat hij been van haar been, vlees van haar vlees is. Het is ons allemaal voorzegd. Als onze getallen niet slonken over heel de wereld, dan zou de vraag ons moeten kwellen: hebben wij wel ooit Christus eschatologische redenen? Hebben wij wel ooit op een baan van Johannes werkelijk verstaan? Als geen meisjes van de preken van de dominees en van de boeken van de professoren van uw eigen kerk ook maar een honderdste part hebt verstaan en onthouden, dan weet gij het. Wij mogen het isolement niet eigenmachtig verkiezen. En wij mogen bij een slinkend getal niet onverschillig de schouders ophalen en niet zeggen: de weglopers zijn niet wijzer. Want we hebben zelf schuld als ze weglopen met een goedmoedig gezicht in plaats van met een harde scheldwoord. Maar het tenminste blijkt dat ze van het klimaat der laatste dagen bij u zijn geschrokken. Maar nu de andere kant van deze medaille. Gemoogd over een door anderen opgedrongen isolement nooit mokken, alsof het een tegenvaller was. En over een slinkend getal niet pruttelen als een kind dat zijn speelkameraadje ziet weglopen naar een plekje waar het interessanter is. Dit allemaal is ons voorzegd. En dat betekent u dood eenvoudig. God geeft u geen verlof om uit een slinkend getal van christenmensen een argument te halen om te zeggen: onze ecumenische taak houdt op zodra we tot beneden een zeker numeriek minimum zijn weggezakt. Want de ecumenische opdracht van de kerk is aan geen plaats gebonden en aan geen tijd gebonden en dus ook niet aan een getal gebonden. Dus is uw eerste ecumenische taak getuigen. De mensen zeggen soms een tikje smaler, nu ja, dat is goedkoop genoeg. Geef ons liever wat mannelijker werk. En vooral, als je het woord ecumenische taak in de mond neemt, geef ons dan direct een werkprogramma en een beginselprogramma. Want anders kunnen we niet beginnen. Zijn zij die zo spreken vergeten wat Kuiper schreef in 1878. Een stemmingsprogramma, vond hij, moet zo kort en beperkt van omvang zijn als maar even doenlijk is. Liefst één enkel woord dat ieder onthoudt en in de mond houdt. Een schimolet. Moet het zijn dan een volzin? Desnoods een zinsnee. Kan niet anders dan een trits van zinsneden. Maarten Kuiper van een politieke geloofbelijdenis is bij zulke poging nog geen sprake. En wat aangaat het programma beginselen, daarvan schreef Kuiper: van uw beginselen kunt ge dan slechts een programma geven als de beginselen van de anderen zich tegen de uwe overstellen. En moet ge oppositie voeren in het generaal, zegt Kuiper, dan kunt ge niet aanstonds een programma beginselen stellen, want in de aanvang weet ge nog niet, zegt hij, hoe ge het hebt. Dat staat allemaal in het openingsartikel van Kuipers boek Ons Programma. Ik stel de vraag:
Wat staat hier anders dan als van iets getuigd en dan zo scherp mogelijk getuigd, dan komt er van het beginselprogramma en van een principieel beheerst en gebouwd tempusprogramma nooit iets terecht. Sommigen zeggen tegen u, we moeten niet in zee gaan zonder een welomschreven en breed uitgewerkt programma. Getuigen, dat is ons te goedkoop. Kuiper zei, zonder getuigen, komt er nooit tot een goed programma. Want uw beginselen komen pas in formule als de anderen de hunne stellen. En dat positie voeren in het generaal, dat kan pas van lieverlee gebeuren, zegt hij. Je moet met getuigen beginnen. Dat is wel vandaag ons ABC. Oppositie voeren in het generaal. Bij een generale doorbraakpoging van de logenaars der antithese hebben wij geen andere keus. En dan, zegt Kuiper, dan komt de zaak bovendien nog zo te staan. Indien, dat is ook nog ons ABC van heden, indien het aankomt op een uitzuivering van wat wel samen ging, maar zonder samen te horen, dan moet een seinvlag van zeer scherpe kleuren aan de lijn. Een seinvlag die de echte vrienden weer geestdrift in de borst kan doen opgloeien. Maar de halfslachtigen, de hybridische bijlopers, onder bedenkelijk hoofdschudden, het eerst het beste hoekje om doen slaan. Alzo Kuiper in 1878. En daarop is toen die immense krachtsinspanning gevolgd. Ik vrees wel eens dat van u vandaag de hoge waarde van een trouw getuigenis wil leren ontkennen. We zijn een poosje gewend geweest aan ministers op een bondsdag en een paar vrienden of kennissen in de kamers. Maar nu we zien dat ons getal, ik denk niet aan ons speciale kringetje, maar aan heel het christelijke, conventionele volksdeel, nu we zien, zeg ik, dat ons getal zo slinkt, nu spreken velen ecumenische wateren, laat die maar over Gods ecumenische akkers lopen. Als wij niet meer grote daden kunnen doen, grote daden à la Piet Hein, laat dan het getuigen erover aan Maranatha broeders, want dat is ons de afstand, althans in het kader van de wereldpolitiek. Dat kan nog wel in de kerk getuigen, maar daarbuiten niet. Ik stel daarover dit en zeg het u duidelijk aan als mijn getuiging. Uw ecumenische taak, uw pensum nummer 1 is trouw getuigen. In getuigen, mits het niet opgaat in religiositische zelfbeschrijving, doch in het rustig, evenwichtig doorgeven van den door onbeleden schriftinhoud, ligt het begin van alle christelijke taakvervulling op het ecumenisch gebied. Dacht u dat getuigen zo makkelijk was? Het is het zwaarste wat er is, wat dat betekent niet met praatjes komen, ook niet met plaatjes, niet met leuzen en niet met geuzen, maar met het woord. Dat zelf verklaart, den Joden ben ik een ergernis, den Grieken een dwaasheid. Als in de openbaring 11 de twee oliekinderen, zoals het heet, dat we zeggen de twee ambtsdragers of getuigen daar staan met de rug tegen de muur, op het eendrachtsplein der revolutie, dan moeten zij hun getuigenis voleinden, staat er. Eruit halen wat erin zit. Niet wat in hen zoal zit. Niet maar de oude leuzen repeteren, maar punter spreken over de voorzichtig
uit de doeken gedaan met consequenties uit wat God ons heeft gezegd. Voor heden en voor morgen en voor overmorgen. Dacht u dat dat gemoedelijk is? Het kost uw leven. Schaakpionnen verdraagt men nog wel in een kader van spel en tegenspel. Maar spreektrompetten, die geen ensemble willen vormen, die breekt men nijdig stuk. Getuigen van Christus naam en woord te zijn, dat is de Heilige Geest tot zijn recht doen komen. Want hij is het die Christus werk over de wereld uitlegging kwam op Pinksterfeest. En dus de ecumenische volleinder is in Gods drie enig wereldwerk. Dit getuigen is nodig voor de anderen, zegt ge misschien. Ja, ja. Maar ik zou zeggen, blaas liever niet zo hoog van de toren. Gij hebt allereerst zelf de grote behoefte aan. Vraag maar eens aan mensen die werkelijk studeren en niet hun leven lang een stelletje stichtelijke opstelletjes en leuzen repeteren. Vraag hun maar eens hoe zij gewaren zijn. Ze zullen zeggen, ik heb voor mezelf het meeste geleerd. En ik had die studie van mij hard nodig, als brood. Omdat ik wist, als ik het niet doe, word ik of een woordenrammelaar, of een verlegen zwijger, maar nooit een getuige. Weet ge waarom gij dat getuigen in de straks omschreven zin zo hard nodig hebt? Om een eenvoudige reden. Omdat gij tegenwoordig op de ecumenische markt zo ontzaglijk veel knollen van citroenen u ziet aangeboden. Het woord kerk wordt permanent gedevalueerd. In een pijnlijk verzwegen conflict met de belijdenis ontkent men vandaar dood eenvoudig dat men u zou mogen zeggen geloof in het bestaan van een aanwijsbare ware kerk, dat maakt gereformeerde meisjes tot katholieke meisjes, algemeen. Men speelt zo lang met het dwaze begrip van openbaring van Christus lichaam, dat men aan de ware kerk geen ware openbaring meer durft gunnen. En nochtans wordt daarmee, zegt God, het ecumenisch drama tot zijn laatste bedrijf geleid. En dan het woord democratie. Ofschoon in het woord democratie het begrip van volk al in zit, is het toch aangelengd tot volksdemocratie. Maar wie weet nog wat het is? Nochtans, zegt God, wordt daarmee het ecumenisch drama tot zijn laatste bedrijf geleid. En dan ook over het fundamentele stuk van de verhouding van gezag en vrijheid, wordt het Bijbels onderwijs prijsgegeven. Het gevolg is dit, met goedvinden ook van kerkelijk opgevoede staatslieden, wordt de soevereiniteit van het van God gegeven gezag in den staat eerst gedeeltelijk, straks al geheel losgelaten. En van een koningshuis laat men niets anders overblijven dan de aan een schoon verleden herinnerende administratieapparatuur voor een onderdeel van de federatieve wereldstaat in wording. De koning in de staat wordt dan een gouverneur van een deelstaat. En voor wat het gezag in de kerk betreft, men zoekt zijn fundering niet in Christus koningschap, gekend uit zijn eigen woord, maar in de religieuze autarkie en de kerkelijke zelfpretentie. In de grond der zaak betekent dat een overdragen van het begrip
der volkssoevereiniteit ook naar het terrein van wat zich aandient als kerk. Nochtans wordt ook daarmee in versneld tempo het ecumenisch drama tot zijn laatste bedrijf gestuurd. Men noemt de naam van Christus, maar verbiedt elk nader onderzoek, zowel naar de naam van Christus als naar de naam van Christen. Het huidige federalisme in wereldpolitiek en ook in kerkpolitie en kerkpolitiek betekent een snelle revolutie onder de naam van een bedachtzame reformatie. Wij zitten er al middenin. Het komt erop neer dat staten en kerken zich laten gelijkschakelen tot één groot corpus humanum, één lichaam van humanistisch begrepen wereldstaat met wereldkerk. Die wereldkerk is iets anders dan een overhele wereld aangegaan verband van kerken. De ene wereldstaat neigt zich reeds naar de andere wereldkerk. Straks zal de een de ander steunen, de een zich aan de ander associëren. En het zogenaamde natuurrecht zal het Augustinus kwalijk begrepen inboedel, de leer van twee staten uitbuiten tot bereiking van het laatste doel, de identificatie van de hemelstaat en de aardestaat. Onder miskenning van Augustinus' uiteindelijke bedoelingen zal men dan zeggen: liefde tot zichzelf leidt ertoe dat men een boven de wereld staande God zal verachten. De mensheid werd zichzelf tot God. En de liefde tot een zo verstaande God leidt ertoe dat men een zelfliefde, die de individu ook maar even zal plaatsen tegenover die God van eigen maaksel, eveneens zal gaan verachten. Zo zal de individu zich straks vrijwillig en religieus onderwerpen aan die exponent van wereldstaat en wereldkerk, de antichristelijke Führer, de eerste broeder van zogenaamd alle mensen. En daarmee zal de ecumenische beweging, die zich van de belijdenis van God, de transcendente, en van Christus Jezus, van verbond en genade, volledig losgemaakt heeft, haar eindstation hebben bereikt. Het beest zal alle volken verleid hebben. De ecumenische Pinksterbeweging zal in een ecumenische contrabeweging volledig zijn weersproken. Dus is uw tweede taak ter bewaring van deze ecumenische Pinksterbeweging geleid naar het bestaande woord van God in een belijdenis van christelijke kerk op grond van de apostelen en profeten, u rustig te laten kennen aan en in een brandende liefde voor uw kerk, met haar stevig gebonden en confessioneel ingeleide lidmatenboek, dat nochtans, al is het stevig gebonden, altijd ruimte heeft voor in te voegen nieuwe losse bladen. In die kerk met dat lidmatenboek moet ge dan leren zien het lichaam van Jezus Christus en in haar midden bestrijden de huidige humanistische ecumenische beweging. Dat is uw kerk als Gods zichtbare legitieme vergadering liefhebben en alleen aan de zuivere kerk de expansie toestaan en dan ook bevelen. Expansie zoeken voor het woord van God, dat is nooit van uw plaatsje weglopen.
niet naar een ander plekje lonken dan dat waar God u heeft geplaatst. Een helpster in uw kring. Een meisje voor uw jongen. Een vrouw voor uw man. Een moeder voor uw kind. Een lid voor alles van uw kerk. U nood dat een meetronen door het enkele toverwoord ecumenisch. U nood dat een wijs maken dat de scheidslijn loopt tussen deze twee ecumenische gezindheid aan de ene kant en particularistische gezindheid aan de andere kant. Want zo loopt de scheidslijn niet. En dan een gezindheidsethiek moet je maar nooit u wagen. De scheidslijn loopt anders. Ze loopt zo. Tussen ecumenische liefde voor God en ecumenische verliefdheid op de mens. Tussen een ecumenische gang naar rechts en een ecumenische drang naar links. Tussen krijgsdienst, het ecumenisch leger van de door de Pinkstergeest ons aangewezen Christus koning en marionettendienst, het ecumenisch legioen van het als God verklede beest. Misschien, laat me daarmee eindigen, denken sommigen, in of anders buiten deze zaal, dat mijn toespraak van vandaag een nieuw geluid liet horen, een soort ressentimentsreactie op feiten van de laatste tijd. Die mensen vergissen zich. Voor uw bond en onder uw tegenwoordige presidenten heeft de spreker van heden reeds in 1934 een reden gehouden over uit de schrift bekende en de kerkhistorie bekende twee Priscilla's. Laten we met enkele letterlijke citaten daaruit mogen eindigen. Dan weet je met één dat ik vandaag alleen maar oude kost heb opgeschept. De eerste Priscilla, zei ik toen, wacht op Christus en bereidt zich voor de dag der dagen. Ja, bereidt die dag voor haar deel mede voor door Christus te dienen. Door hier en nu, dat wil zeggen in den tijd en in de plaats waarin God haar gesteld heeft, te doen wat het gebod der liefde van haar vraagt. Priscilla 2 daarentegen roept steeds nerveuzer Maranatha, Maranatha. Ze trekt naar de plaats waar de Heere verschijnen zal. Maar ze ziet hem niet, gelijk in het ambt en in de kerk zijn schapen vergadert. Priscilla 2 rukt de kerk van de plaats die God haar besproken heeft. Priscilla 1 echter weet ervan. Met de vervalde kerk vanwege de naam van Christus in de woestijn te gaan. En waar Priscilla 2 de kerk in de lucht zet en de gelovigen in de lucht naar een nieuwe wolkenwagen van Christus triomfator laat turen, daar is Priscilla 1 de vrouw die met twee voeten staat tot aan bodem van de werkelijkheid en die daarin wacht op het Heil des Heren. Priscilla 2 zet de klok terug. Maar Priscilla 1 heeft elke dag haar uren goed besteed voor heel gewoon vrouwenwerk. En zo heeft zij, die de heiligen diende en ook Paulus, die missionaris, voor heel de wereld de klok rustig doen verder gaan. De klok der openbarings en ook de zendingsrichtenis. Laten we hiermee besluiten. Wij hebben enkele jaren geleden veel gehoord van een beweging, onder andere de NSB. Die gaf parolen uit, maar niet het woord. Parolen, maar geen belijdenis. Bedenkt gij dat het Rijk der Hemelen komt met kracht, doch alleen in de eenheid van belijdenis. Voegt u maar rustig.
als de katholieke meisjes van Nederland onder uw ecumenische opperherder. Hij komt om de aard te richten, de ecumene in gerechtigheid. Zijn geest is al 19 eeuwen bezig de druiven van de wijngaard der ecumene rijp te stoven. Schoffelt als zijn werksters zwart van werken en van de zon. Doch liefelijk de paden in deze zijnen wijngaard en vangt voor hem de vossen die de wijngaard bederven. Ik heb gezegd.